Het merk Volvo staat altijd al bekend om veiligheid. En ze hebben zich voor 2020, en dat is minder dan 5 jaar vanaf nu, een heel ambitieus doel gesteld van in een nieuwe Volvo gaan geen doden en zware gewonden meer vallen. En hoe bereik je dat? Door ongelukken te voorkomen. En hoe kan een auto nou zelf ongelukken voorkomen? Dat doet hij met actief veiligheidssysteem. En deze nieuwe Volvo XC90 die zit daar zo vol mee dat hij zelfs een 100% score heeft gehaald bij de Euro NCAP crashtest op actieve veiligheidssystemen. En dat zijn score die is echt nog nooit behaald. Maar dat genoeg heeft natuurlijk wel zijn prijs, want die auto is er vanaf 70.000 euro. Nou, ga er maar aan staan. Ik begrijp best van dat je schrikt van die 70.000 euro voor een XC90. Maar er is een heel groot deel van onze lezersgroep die het best bereid is dat geld neer te leggen. Maar afgezien daarvan, voor onder de 50.000 euro heb je ook al een Volvo waar een hele hoop veiligheidssystemen in zitten. Daarvoor hebben we de XC60 erbij gepakt, een al wat ouder model. En daarvoor gaan we nou eens kijken wat daar al voor veiligheidssystemen in zitten. En net zoals alle andere oude folders is ook deze folder van de XC60 weer helemaal doordrenkt van emotie. Maar daar gaan we natuurlijk niet om. We gaan dus lekker zakelijk kijken in de prijslijst. Het feest begint bij de XC60 met 48.000 euro inclusief reclamekosten, want daar zijn we van zoals je weet. En sla je het dan om, zie je gewoon dat dat hele veiligheidslijstje, dat is standaard al heel lang. Er zit een hele hoop systemen in. Vooral dat City Safety is natuurlijk heel belangrijk. Nog een keertje doorslaan en dan komen we bij een heel interessant pakket. Dat is namelijk het IntelliSafe Pro Line pakket. En dat is in deze uitvoering is dat dan 2200 euro. Lijkt een hele hoop geld, maar je krijgt er wel een gigantische lijst van systemen voor. De belangrijkste uitbreiding bovenop het standaard City Safety is dat hij een full auto brake systeem heeft. Van dat de auto zelfstandig helemaal tot stoppen kan komen. En het tweede is dat die laser onderscheid kan maken tussen stilstaande objecten zoals een boom en een fietser en een voetganger. Van die fietser en die voetganger die kunnen wat gaan bewegen en die boom die blijft natuurlijk stilstaan. Deze auto heeft ook adaptive cruise control. Dat is niks nieuws, want hij weet gewoon van ik moet nu tot stoppen komen. Het stoplicht gaat op groen en wat hij nou zelfstandig doet is onder de 30 km/u gewoon weer met zijn voorganger meegaan. De rest van de systemen in dat pakket zijn al wat bekendere systemen zoals lane departure warning. In deze auto geeft hij dan een geluidje als je dicht in de buurt van de lijnen komt. Het tweede is een grootlichtassistent. Dat als je met grootlicht rijdt dat hij dat automatisch dimt op het moment dat er een tegenlicht aankomt. Het derde systeem is een waarschuwing voor voertuigen in een blinde hoek. Dan gaat het bekende lampje branden. En het vierde is verkeersbordherkenning. Die camera die leest echt heel goed alle snelheidsaanduidingen, geeft die perfect door op je dashboard. En mocht je dan te hard gaan rijden, dan gaat hij knipperen. Maar stop nou niet met lezen en aankruisen bij dit IntelliSafe pakket, maar kijk gewoon even wat verder bij die andere pakketten. Dan zie je bijvoorbeeld Luxury Line, dus wel 3000 euro. Maar er zit ook wat veiligheid in, namelijk Dual Xenon verlichting met meedraaiende bochtverlichting en achteruitrijcamera. Kijk in de prijslijst ook vooral naar de Scandinavian Line. Dat is een pakket van maar 1000 euro. Er zitten een paar interessante dingen in. Het eerste is parkeerverwarming. Van dat je gewoon vanuit huis in de winter gewoon een commando stuurt naar je auto. Van joh, ga maar alvast voorverwarmen en ontdooien. En dan stap ik straks in een lekkere warme auto. Het tweede is, van Volvo had eerst gewoon de Personal Car Communicator. Dat is gewoon de sleutel. Maar dan kon je gewoon op het i'tje drukken. En dan kon je op afstand zien van, hey, sta ik nou open of sta ik nou dicht? Wat zegt hij nu? Ik ben nog open, dus je kan me ook weer vergrendelen. De tweede stap was natuurlijk dat we dat op de iPhone gaan doen. Maar bij deze kan je echt alles instellen van wat voor temperatuur is nu in de auto en wil ik dat omhoog of omlaag zetten. Je kan de portier sluiten, je kan kijken hoeveel brandstof je nog hebt. En je kan dus zelfs een bestemming verzenden alvast van het huis, van daar wil ik straks heen. Je kan vinden waar je auto staat, verzin het maar, het zit er allemaal in. En als derde deel van het pakket is er SOS Call. Dat is een systeem dat is gebaseerd op het e-call systeem waar Europa nu al jarenlang over aan het steggelen is. Dat is een systeem dat als die auto bij een serieuze aanrijding betrokken is, dat hij weet dat de airbags eruit gekomen zijn, dan gaat hij gewoon zelfstandig bellen met een Volvo hulpcentrale. Dan gaat het filmpje vooral over veiligheidssystemen, maar je wil natuurlijk weten hoe rijdt zo'n Volvo XC60 nou voor de rest. Ik kan je vertellen, heel comfortabel en heel goed. Het is een beetje vergelijkbaar met de V70. Stationwagen, dus een veel lagere auto. Dus comfortabel, goede rijeigenschappen en vooral goede bochteigenschappen. We hebben nu gezien dat de XC60 voor die 50.000 euro standaard al heel compleet is uitgerust met veiligheidssystemen. En in de prijslijst kan je de veiligheidsopties nog aanvullen. Als je op dit moment het beste van het beste wil op veiligheidsgebied, dan kom je in de Volvo XC90 terecht.
Een auto vanaf 70.000 euro, maar dan heb je wel een score van 100% op actieve veiligheidssystemen die ongelukken voorkomen. Maar mocht het dan toch tot een flinke klapper komen? De inzittenden zijn bij een aanrijding supergoed beschermd. Dat komt vooral op het konto van de veiligheidskooi, die is versterkt met bolronstaal. Dat is het hardste staal wat we kennen. En bij een achteraanrijding word je extra beschermd door verstevigde rugleuningen en een gordel die extra aanspant. En ook bij een aanrijding van achteren zijn die achterinzittenden zeer goed beschermd. Want er zit een hele grote afstand tussen die achterhoofdsteun en de achterkant van de auto. Dat is 40 centimeter. En bij andere MPV's zie je soms zo'n stukje. En in die achterbumper zit een hele zware aluminium balk. En die beschermt vooral die achterinzittenden. En ook voor voetgangers is de X90 best wel vriendelijk. Want uit de crashes blijkt dat die motorkaprand die is best hard. Maar hier op die motorkap zelf, en bij die stijlen, is die relatief zacht. In de X60 hadden we de Q-Assist. En dat is een systeem dat in de file dat de auto meegaat met zijn voorganger. Dus qua gas geven en qua remmen. Hier is een nieuwe functie bijgekomen. Dat heet Pilot Assist. En dan gaat hij niet alleen gas geven en remmen met zijn voorganger. Maar let op, ook sturen. We gaan nu gewoon achter die witte Sandero aan. En ik hoef hem niet te sturen. Ik kan gewoon zo gaan zitten. En hij trekt gewoon met die auto mee. Mooi toch? De auto heeft natuurlijk ook lane departure warning, dat je binnen de rijbaanmarkering blijft. Maar er is een functie bovenop gekomen, dat is namelijk dat hij ook assisteert en actief gaat tegensturen. Dus je kan nu echt gewoon handen van het stuur loslaten. Dan komt er een witte streep en wat doet hij? Hop, tegensturen. Mooi hè. Dat er een camera in zit die je verkeersborden herkent, dat kennen we natuurlijk al uit andere auto's. Maar bij deze gaat het weer een stap verder, want hij herkent er zelfs nationale borden, zoals wij hier in Nederland. Op de snelweg hebben we natuurlijk de borden van een tijdsaanduiding hoe hard je dan 100 of 130 mag. Dan herkent hij dat er een onderbord op zit met een tijdsaanduiding. Het automatische noodremsysteem is ook uitgerust met een camera. En die kijkt of er verkeer van de tegemoetkomende richting komt. En als je dat wil gaan kruisen, ze gaan nu naar links en er komt een auto aan, gaat die vanzelf remmen. Bij de X90 gaat het niet alleen maar over veiligheid, maar natuurlijk ook over comfort en luxe. En een van die comfort en luxe dingen die hij heeft, dat is automatisch in- en uitparkeren. Dus ik laat nu even inparkeren zien. Dat gaat gewoon allemaal via het display en een knoppie. Stop. Haaks parkeren. En zonder dat je ook maar iets doet, ga je perfect in het vak staan. Klaar. Op het dashboard zitten maar een paar knopjes. En alles laat je zich juist bedienen via het tabletscherm in het midden. En het is een ontzettend groot en scherp scherm en het laat zich ontzettend makkelijk en snel bedienen. Het meterwerk is ook niet meer mechanisch, maar puur elektronisch. Het is gewoon een schermpje waarop alles geprojecteerd kan worden wat je maar wil. Op de tweede zitrij is er voldoende benen- en hoofdruimte. En heel opvallend, er zit een kinderzitje in het midden. Dat klap je gewoon zo omhoog. En dan kan een ouder kind hier gewoon zitten en hoef je niet meer met zijn stoeltje te werken. En dit zien we nu vaak. In deze zevenzitter is er zelfs ruimte voor volwassenen op die zesde en zevende stoel. Ik kan het hier met 1,87 meter kan ik het hier even uithouden, maar natuurlijk geen uren. Op alle gordels zitten gordelverklikkers. Dus Niekje. Ook een slimme functie. Van in de deur kan je niet alleen de ramen achterin vergrendelen, maar ook de kindersloten. En in het kader van hoe gek kan je het maken, de sleutels bekleed met leer. En is in dezelfde kleur als je interieur. Dus als je nou allebei een X90 hebt, en één heeft een zwart interieur en jij hebt een licht interieur, dan kan je tenminste aan de sleutel zien welke voor jou is. Op de afgelopen autorij hebben we heel veel lekkers staan kijken naar de Volvo X90. We vonden het een zeer indrukwekkende en mooie auto. En nu we er helemaal in rijden, qua rij-eigenschappen, comfort, zit allemaal perfect in orde. Prestaties perfect in orde. Maar waar we vooral naar hebben gekeken is de veiligheid. Wat blijkt nou gewoon? Die veiligheid is gewoon top op de bil, 100%. En dat blijkt ook uit de Euro NCAP crashtest. 100% scores op actieve veiligheid. Chapeau voor Volvo en ik hoop dat andere fabrikanten gaan volgen. Kijk voor andere reviews van de auto's en alle informatie over auto's op www.consumentenbond.nl/auto.